onverwacht zit er in Nederland toch een nieuwe vorstperiode aan te komen. Dit keer betreft het niet het weer, maar het koningshuis. Koningin Beatrix heeft namelijk maandag te kennen gegeven op 30 april afstand te doen van de troon. Haar aanstaande 75ste verjaardag en het feit dat ons land dan 200 jaar als koninkrijk bestaat, leek haar een goede aanleiding om de scepter over te dragen aan haar oudste zoon. En daarmee wordt Willem-Alexander de eerste Nederlandse koning sinds ruim een eeuw. Was u erg verrast toen u maandagavond het nieuws hoorde van koningin Beatrix? Behoorlijk verrast. Ja, we wisten wel dat er iets zou gaan gebeuren, maar op korte termijn was het toch wel een verrassing. En het heeft voor ons natuurlijk consequenties, want alles voor onze koninginnedag is al geregeld. We hebben een compleet draaiboek. De poppenkast is al afgesproken, de springkussens zijn afgesproken, de kindertuin is afgesproken. Enfin, noem maar op, het podium komt er te staan. Dus we zijn erg benieuwd wat er is. Ik heb gisteren aan meteen mijn secretaris opgebeld om te vragen wat gaan we nou doen. Heb je al informatie gekregen van het overkoepelende Oranje Stichting? Nou, dat was nog niet het geval, van de gemeente ook niet. Maar ja, dat kon niet op zo'n korte termijn natuurlijk. Mijn dochter belde gisteravond op. Die zegt, pa, luister eens, het kan zijn dat Koninginnedag helemaal komt te vervallen. Nou, toen hebben we maar afgesproken met elkaar. We wachten eventjes af, want wij moeten natuurlijk ook met de gemeente samenwerken. Die leveren een aantal spullen, die leveren ook de financiën. Overigens minder dan 10 cent per inwoner. Maar goed, dat is een bijzaak. Dus wij moeten maar afwachten wat precies gaat gebeuren. We doen eigenlijk deze week even niets anders dan even links en rechts hier informeren en mensen peilen wat nou precies de bedoeling is. Ik heb er wel vrede mee. Het is goed dat je een bepaalde opvolging krijgt. En ik denk, koningin heeft het fantastisch gedaan. Ik denk ook dat onze prins van het Oranje het ook goed gaat doen. Ja. Heeft u de koningin wel eens mogen ontmoeten? Ja, een paar jaar geleden. Niet persoonlijk, maar ze was toen bij het 100-jarig bestaan van Gelre. En toen waren we in een zaal en daar was ze ook bij. Dus we hebben vis-à-vis gestaan. Maar als je nou de koningin vraagt wie is Jos Hekking, ik ben bang dat het antwoord schuldig blijft. Ja. En prins Willem-Alexander, die je wel eens gezien of ontmoet? Wij zijn op de verloving geweest. Als Oranje Sticht in Nijmegen zijn we op de verloving geweest in de Arena. Maar dat is nu inmiddels ook weer 10, 12 jaar geleden, denk ik. Hè? Ja. Maar ook op een behoorlijke afstand. Niet op afstand werden gehouden, maar er waren zoveel mensen. Het heeft geen enkele zin om proberen contact te krijgen. Ja, en dan wordt het in de toekomst, in ieder geval in theorie, zou de opvolger van Willem-Alexander Amalia dan zijn. Ja. Verwacht u dat dat in de toekomst ook nog gaat gebeuren? Ik ben bijna zeker van wel, ja. Of ik het zelf meemaak is een tweede zaak natuurlijk, maar ik denk wel dat het gaat gebeuren, ja. Het enige onwennige is, ik heb het even opgezocht, koning Willem III is overleden in november 1890... Dus om dan na 113 jaar leven de koning. Nee, 123 jaar leven de koning te roepen, dat zal wel even wennen zijn, denk ik. Ja. We hebben altijd geroepen leven de koningin natuurlijk. Ja, misschien ook wel even wennen dat het Koningsdag wordt 3 dagen eerder dan wat nu Koninginnedag is. Hè? Ja, 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 het lijkt me ook niet zo'n probleem. Dan is er iets meer ruimte tussen 5 mei en Koninginnedag. Misschien dat de reden is geweest dat ze dat toch hebben gedaan. Koningin Beatrix was door de jaren heen als staatshoofd op tal van plekken te vinden. Niet alleen de traditionele bezoekjes tijdens Koninginnedag, maar ook bij bijzondere gelegenheden. Zo bezocht zij ook de regio Arnhem-Nijmegen, onder meer voor de opening van het nieuwe CITO-gebouw in Arnhem en de opening van de Westerstraat in het Openluchtmuseum. Dit jaar geldt 30 april nog als feestdag, maar vanaf 2014 wordt de eerste Koningsdag gehouden. En wel op 27 april, de verjaardag van Willem-Alexander. Supportersvereniging Vitesse is niet te spreken over de verplichte buscombi voor het bekerduel donderdag tegen Ajax in Emmen. De burgemeester van die gemeente geeft uit vrees voor ongeregeldheden geen toestemming aan Arnhemse fans om op eigen gelegenheid te komen. De bekerwedstrijd in de kwartfinale kan niet in Gelredome worden gespeeld vanwege de opbouwwerkzaamheden voor het dancefeest Hard Base komende zaterdag. Het gerechtshof in Arnhem start maandag 4 maart de behandeling van het hoger beroep in de zogeheten Facebookmoord. Tijdens een regiezitting wordt bekeken hoe de zaak verder zal gaan verlopen. De advocaten van de verdachte kunnen dan aangeven wat ze precies onderzocht willen hebben. Een 17-jarig Arnhems meisje en haar 18-jarige Rotterdamse ex-vriend zijn veroordeeld voor aanzet tot moord op de 16-jarige Vinci Hou op 14 januari 2012. Het hof moet nog een besluit nemen of de behandeling in hoger beroep openbaar is. FNV Bondgenoten heeft veel klachten binnengekregen van chauffeurs en reizigers over de regiotaxi Gelderland, die sinds 1 januari door andere vervoerders wordt gereden.
Met uitzondering van de Veluwe verzorgde het Arnhemse taxibedrijf Willemsen de Koning nu alle ritten in Gelderland. Klachten betreffen te kleine busjes, het gebrek aan liften, een slechte vering en kou lijden door medepassagiers bij het binnenrijden van rolstoelen. Het taxibedrijf herkent zich niet in de klachten en bij de provincie als opdrachtgever zijn nog geen klachten binnengekomen. De Arnhemse gemeenteraad heeft maandagavond een meerderheid aangegeven groen licht te willen geven aan een inleidend referendumverzoek over het beoogde kunstencluster. Via een volksraadpleging zouden Arnhemmers dan moeten stemmen voor of tegen het zogeheten Plan C, waarin het Museum voor Moderne Kunst en Focus Filmtheater samen een nieuw onderkomen krijgen aan de Rijn. Maar dan moet initiatiefnemer tot de actie Arnhem wil ook geen kunstencluster, Bob Roelofs, nog wel 750 stadsgenoten zover zien te krijgen dat zij op het gemeentehuis hun handtekening zetten onder een definitief verzoek. De meerderheid van de raad heeft ja gezegd tegen het inleidend verzoek. Ze hebben dus bijna 3000 handtekeningen van Arnhem wil ook geen kunstcluster gebruikt als voldoende voor een inleidend verzoek. En dat is een hele mooie stap, dat is de eerste stap. En nu moeten de 750 Arnhemmers de moeite nemen om naar het stadhuis te gaan om het referendumverzoek definitief te ondersteunen. Is er nog een gestelde tijd waarin je die 750 binnengehaald moet hebben? Ja, ik denk dat ze morgen het in de Arnhemse Courier publiceren en dan hebben we 6 weken de tijd om 750 mensen te verleiden om naar het stadhuis te komen. Ja, eigenlijk is het woord verleiden niet helemaal goed. Ze moeten zelf de moeite nemen om het te doen. En dan moeten ze zich kunnen identificeren dat ze kiesgerechtigde inwoners zijn van deze stad, boven de 18 zijn. En dan kunnen ze het referendumverzoek ondersteunen. En dan met 750 is het dus ja. Dan moet de raad nogmaals terugkomen daarover. En dan denk ik dat de raad dan definitief ja gaat zeggen. En dan zullen we denk ik voor de zomer het eerste referendum in Arnhem gaan meemaken. Als voldoende mensen het verzoek steunen, houdt Arnhem haar eerste echte referendum. Eerder was het Rijnboogplan al wel onderwerp van een preferendum over de plannen voor een haven. Maar daarbij kon geen tegenstem worden uitgebracht. Ja, ik vond het een helder verhaal. Blij dat ze eindelijk het signaal hebben laten horen. Het bezoekersaantal bewijst volgens mij dat de huidige locaties heel goed zijn. Dat iedereen dat weet te vinden. En wat betreft parkeren, daar gaan ze op achteruit. Er komt geen parkeergarage dichter bij het nieuwe locatie. Dus ze blijven gewoon Arnhem Centraal nodig hebben. Dus eigenlijk gaan ze op alle gebieden wat betreft openbaar vervoer en de auto gaan ze op achteruit. Dus dat begrijp ik niet. Ik heb ook even geïnformeerd bij de overbuurman Alliander. Die heeft ook een parkeergarage. Heb ik even geïnformeerd of daar eventueel nog iets mee te regelen valt. Die zeggen bij extreme omstandigheden kan dat. Maar dat doen we in principe niet omdat we omdat we eigenlijk prima parkeerfaciliteiten in de buurt hebben. En ik heb ook gevraagd van heeft het museum dan wel eens bij jullie over geïnformeerd? En het antwoord was nee. Dus ze hebben nog nooit te kennen gegeven dat ze echt een parkeerprobleem hebben. Ja, is er al iets meer duidelijk over wat straks de vraagstelling in dat referendum gaat worden? Ja, er ligt plan C voor van het college. Dat is dus het museum en het filmhuis verhuizen naar de Rijnboog, naar die plek op de Nieuwstraat. En dan denk ik dat het antwoord een echt referendum gaat worden. Bent u daarmee eens? Ja, dan wel nee. Ik verwacht dat het gaat worden. Maar dat is uiteindelijk aan het college om dat te bepalen. Natuurlijk in samenspraak met de raad. Maar we hebben geleerd van het fiasco van 2007, van het preferendum, waar je 3 keer ja mag stemmen. Dat gaan ze niet meer doen. Het wordt echt, bent u mee eens met plan C? Ja, dan wel nee. Dat schat ik in dat het gaat worden. En als ik een goede tip mag geven, ik hoop ook dat ze dat overnemen. Nou, als dadelijk het referendum inderdaad wordt gehouden en de opkomst is minder dan 30%, wat dan? Ja, dan kan de raad de uitspraak van dat referendum naast zich neerleggen. Dat zullen ze waarschijnlijk ook gaan doen. En dan heeft Arnhem een ongelooflijke kans laten lopen om zich echt uit te laten spreken over wel of geen kunstencluster. Dat zou dood en dood zonde zijn. Dat is dan ook een signaal dat Arnhem daar niet waar voor loopt. Maar daar ga ik niet voor. We gaan er wel voor om die 30% te bewegen om er naartoe te gaan. Want het is wel historisch wat er gaat plaatsvinden. Arnhem heeft sinds 1993 een referendumverordening. Is nog nooit gebruikt. Er is in het verleden zelfs geld voor geweest. Nog nooit gebruikt. En nu lijkt de kans te komen om dat te gaan doen. Ja, Arnhem, spreek je dan uit. Daar hebben we altijd om verlangd. Daar hebben we altijd verwacht. We gehoopt. In 2007 zijn we eigenlijk niet serieus genomen. Nu lijkt die kans te komen. Ja, dan zeg ik tegen Arnhem. Grijp die kans. En aan mij zal het niet liggen. De politie heeft opnieuw arrestaties verricht in de zaak van de gegijzelde Arnhemse videotheekhouder. Een 30-jarige man zonder vast adres en een 22-jarige man uit Zaltbommel zijn daarbij opgepakt. In juli 2012 werd de 49-jarige voormalige eigenaar van Videoland in Arnhem afgeperst. De daders namen hem mee naar huis, waar zij een kluis stalen. In deze zaak werden al eerder een 27-jarige Edenaar, een 21-jarige man uit Huurwenen en een 34-jarige Arnhemmer gearresteerd. Busmaatschappij Connection bekijkt opnieuw de haalbaarheid van doortrekking van een trolleylijn, trolleylijn 3,
van Arnhem naar Huissen. Dat schrijft het Lingewaardse College van BMW in een brief aan de gemeenteraad over het overleg tussen Connection Stadsregio en wethouder Telder. Als de gemeenteraad in Lingewaard op 7 februari instemt met de doortrekking, zal de trolleybus pas in maart 2014 gaan rijden. Wordt gekozen voor een referendum en is een meerderheid voorstander, dan start de trolleybus in mei van dat jaar. Filmhuis en cultureel podium Lux in Nijmegen overweegt uit bezuinigingsoogpunt haar theater- en debatactiviteiten stop te zetten. Het eigen vermogen staat 170.000 euro in de min en de structurele tekorten bedragen naar schatting 2 ton. Oorzaken van een financieel slechte situatie zijn volgens Lux onder meer verlaging van de gemeentelijke subsidie, het schrappen van ideebanen, oplopende kosten bij film en theater en tegenvallende inkomsten bij de debat- en horecaactiviteiten. Het Nijmeegse College van BMW noemt het parkeerterrein bij de voetbalvelden van DVE in Dukenburg een interessante optie voor een transferium. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de PvdA-fractie over de meest geschikte locatie in Nijmegen-Zuidwest voor een overstappunt van de auto naar de fiets. Volgens het college zou de beoogde locatie in Dukenburg ook eerst bij wijze van proef als transferium kunnen dienen. Het college heeft aangegeven deze plek wel een interessante optie te vinden voor een transferium. Blij mee? Jazeker. We hebben dit voorgesteld bij het college omdat ze een alternatief hadden of een oorspronkelijk voorstel om 300 meter verderop een nieuw parkeerterrein aan te gaan leggen. Ook nog een combinatie mogen met skeve huizen waar bewoners bezwaar tegen hebben. En te kijken of daar een pilot zou gaan lukken voor een transferium. Wij hebben deze locatie samen met bewoners eigenlijk aangewezen als zijnde een parkeerplaats die beschikbaar is. Het lijkt zo voor de hand liggend waarom we hier beginnen. Het is ook echt met goedvinden van de buurt. Nou, de buurt moet je natuurlijk nog helemaal betrekken, maar bewoners hebben onszelf op het idee gebracht van waarom komen jullie nu hier een nieuw stuk groen omploegen om daar stenen neer te leggen, auto's te gaan parkeren, terwijl het verderop ook kan. Dan moet je natuurlijk met gebruikers in overleg. Maar dit parkeerterrein is door de week eigenlijk nauwelijks in gebruik, behalve in de weekenden met veel voetballen. En we willen een parkeerterrein transferium voor woon-werkverkeer, mensen die overstappen op de fiets, de e-bikes. Nou, dat wordt door de week gebruikt. Je kunt het nu volgens mij ook zien. Het is bijna leeg en het is een door de weekse dag. Dus het lijkt ons een zeer voor de hand liggende optie om die in ieder geval uit te zoeken. Ten noorden van Nijmegen ligt al een groot transferium, of PNR, in de vorm van de Overtonnen bij Ressen. Er kunnen automobilisten hun auto parkeren en overstappen op de bussen richting Arnhem en Nijmegen. Vraag is in hoeverre een transferium in Nijmegen-Zuid, behalve een overstappunt naar de fiets, ook een overstappunt naar het openbaar vervoer moet vormen. We hebben er een aan de noordkant van de stad. Er is ook vrij veel, zijn vrij veel mensen uit het zuiden die in de stad werken. En die nu zeg maar via de routes binnenkomen die straks alleen maar voller worden. Zoals de Haterseweg, de Grootstadse Laan, die richting de grote werkcomplexen gaan bij de campus. En de universiteit en het ziekenhuis. Het college van bestuur heeft hier zelfs een proeftocht gefietst samen met wethouders om te kijken hoe de fietsafstand is op een e-bike. Waren daar erg enthousiast over. Dat is een ander transferium dan overstappen van de auto op de bus, maar overstappen van de auto op de e-bike. Een snellere fiets en toekomstige nieuwe manier van wonen en werken combineren, denk ik. Ja, haal het even aan, transferium in Noord bij Ressen. Daar stappen mensen op de bussen naar Arnhem en Nijmegen. Is het de bedoeling dat je hier toch ook via het OV de stad verder in kunt? Dat is niet de oorspronkelijke opzet van het transferium. Er worden nog meer transferia in Nijmegen gepland. Bij Neer Bos, in de buurt waar de nieuwe stadsbrug komt, komt een groot transferium over de stap van de auto op het openbaar vervoer. Daar krijg je ook snelle OV-verbindingen. Hier is primair de doelgroep op e-bike, maar een combinatie met het OV zou al voor de hand liggen. Daar had de wethouder een punt, die zei van god, we hebben net een buslijn daar die opgedoekt is. Maar wat niet is, kan natuurlijk terugkomen. Dat is een dienstregeling die je jaarlijks bekijkt hoe je buslijnen laat lopen. En in eerste instantie gaat het om een pilot. En om zeg maar minimaal te investeren in een sobere tijd lijkt het ons voor de hand liggen. Gebruik dan een parkeerterrein. Maak hier een stalling. Kijk hoe dat een jaar loopt. En kijk dan of je definitief iets doet. En of ik je dienstregeling daarop aanpast als dat nodig is. Ja, en een van de kleinere nadelen die het college noemde was de sociale veiligheid hier. Hoe zou je dat dan aan moeten pakken? Ja, toch ook enigszins verbaasd als ik deze plek zie. Vraag me af hoeveel onveiliger die is in verhouding tot een nieuwe plek die je ook in een weiland creëert. Waar eigenlijk ook geen huizen staan. En mensen in een weiland staan waar een parkeerterrein ligt. En hier staan we op een parkeerterrein bij een voetbalclub. Er zijn bomen op de 100 meter langs de weg. Als die 100 meter met een paar bomen de grootste onveiligheid is, zou ik zeggen, zorg voor goede verlichting. Maar dat zou je op de andere plek wellicht ook moeten realiseren. Dus ik denk dat dat tegen elkaar weggestreept kan worden. Ja, wat zijn nu de verder te nemen stappen?
Nou, de wethouder heeft aangegeven dat ze het een interessante optie vinden. Het is altijd een leuke uitspraak, het is interessant. Dat betekent voor ons opnieuw aandacht vragen op het moment dat het definitieve voorstel gaat komen. Men kijkt nu naar verschillende locaties. Zullen wij samen met bewoners benadrukken dat wij hier met minimale investering willen starten. Dus we verwachten dat binnen niet al te lange tijd de vervolgstap door het college wordt gezet. Wij gaan ze deze richting uitsturen en niet de oorspronkelijke kant.